Ik sta hier bij basisschool De Rank in Schoonhoven. Het is 1 uur 's nachts en ik liep hier langs en ik zag, er brandt nog licht. Wat zal er hier te doen zijn? We gaan eens even binnenkijken. Daan, wat zijn jullie hier aan het doen? We zijn een nacht op school aan het houden voor een project in Kenia. En een project in Kenia, hoe komen jullie daar zo bij? Er zit een meisje in onze klas en die gaat naar Kenia. En wie is dat dan? Noah Verroest. En gaat die dan alleen naar Kenia? Want iemand uit groep 8, die gaat toch lijkt me niet alleen naar Kenia toe? Nee, die gaat nog met heel veel andere mensen van de kerk gaan die naar Kenia. En weet je ook wat die daar ongeveer gaan doen? Die gaan kerken en scholen bouwen. Jullie zitten hier nu de hele nacht. Van hoe laat tot hoe laat zitten jullie hier eigenlijk? Van 8 uur tot 7 uur. Van 8 tot 7, dus eigenlijk 23 uur dat jullie hier op school zitten, Daan. Ja, dat klopt. En gaan jullie nog hele leuke dingen doen? Of is het eigenlijk alleen maar hard bezig voor die markt? Of zijn er eventueel nog wat ontspanning vannacht? Ja, eigenlijk wel. We hebben een paar kinderen mochten toen net naar buiten toe. En we hebben ook heel veel vrije tijd. En wat doen jullie dan in die vrije tijd? Gewoon wat achter de computer zitten en wat spelletjes doen of zo? Nee. Nou ja, je kan naar buiten, watergevecht, dikketje doen, alles. U hoort het, kijkers. Er is hier van alles te doen vannacht. En dat allemaal voor het goede doel in Kenia. Ik sta hier bij een groot blad als ik zo kijk en allemaal lege flessen. Wat hebben jullie eigenlijk gedaan? We hebben een flessenactie zijn we begonnen om als begin de actie te beginnen. En daar hebben we tot nu toe al flink wat geld mee opgehaald. En een flessenactie zeg je? Wat bedoel je dan met flessenactie? Is dat flessen kopen, flessen wegbrengen, flessen... Wat kan je allemaal met flessen doen? Wat hebben jullie gedaan? Nou, het was eerst de bedoeling dat mensen de bonnetjes zouden inleveren. Maar niet veel mensen leverden de bonnetjes in, maar de flessen. Dus toen hebben we maar de flessen gaan wegbrengen. En daarmee hebben we nu denk ik al iets van 350 tot 400 euro mee opgehaald. Ja, en hoe groot is eigenlijk jullie klas? Want er gaat één iemand uit jullie klas naar Kenia toe. Maar goed, hoeveel kinderen zetten zich er nou eigenlijk al voor in? Op dit moment 21, maar natuurlijk ook alle kinderen die hier een fles hebben ingeleverd, die dragen er ook een steentje aan bij. En ook de mensen die op de markt komen. Maar de juffen ook, en we hebben ook gewoon tijd vrijgemaakt op een gewoon schooldag. En dan hadden we er ook aan gewerkt. Heeft ook een vier erboven, hè? Oh ja. Dat is misschien wat duidelijker. Dus je gaat naar Kenia toe? Ja, dat klopt. En heel de klas die is dus eigenlijk al druk bezig voor jou? Ja, dat klopt, voor Kenia, vooral. Voor Kenia, en wat gaan jullie in Kenia doen? Kenia, van alles. Van alles, maar waar doen jullie dit dan voor, die koekjes bakken en de dingen doen? Dat doen we voor de school in Kenia, daar gaan we lokalen bij bouwen en we willen de kinderen daar helpen. De kinderen daar helpen en daarvoor blijven jullie nu dus een nacht op school? En je bent koekjes aan het bakken, zie ik. Is dat voor jullie zelf? Of? Nee, dat is voor de markt. Daar gaan we de koekjes verkopen. En we hebben ook allerlei kleine spullen, zoals oude boeken en zo. En snoepzakken. Ze hebben echt van alles gemaakt. En we willen misschien ook een mini-restaurant inrichten. Kijk eens aan, de plannen zijn al groot. En wanneer is die markt dan? 4 juni. 4 juni. En die is hier op school? Ja. Of op het schoolplein buiten als het mooi weer is. Maar als het slecht weer is, doen we het hier binnen. Nou, bak nog even lekker verder met je koekjes. En veel succes in Kenia straks. Bedankt. Inmiddels is het 3 uur geworden en de kinderen zitten al een tijdje op school. Je merkt dat de vermoeidheid wat toeslaat, maar ze geven nog niet op en gaan nog gezellig door tot 7 uur morgenochtend. Nog 4 uurtjes te gaan dus voor de kinderen, maar ik hou het hierbij voor gezien. Graag tot de volgende keer bij RTV Krimpen de Waard.